Naar aanleiding van het gedeeltelijk instorten van het dak van het AZ-stadion zijn door de gemeente Alkmaar de stukken van de constructieve berekening openbaar gemaakt. De link naar deze stukken is te vinden op de Bouwen met Staal site. In deze video laat ik zien hoe je door middel van Grasshopper de informatie uit deze stukken kan vertalen naar een eigen herberekening, waar je je eigen conclusies op los kunt laten. Onder andere wordt de door het onderzoeksproject Smart Connection ontwikkelde tool Karamba Idea gebruikt om de link te leggen tussen de globale constructieve analyse en de detailanalyse. Via de helpdesk van Bouwen met Staal kunnen leden reageren op basis van de stukken. Uit de reactie komt deze verbinding veelvuldig naar voren als een kritische verbinding. Deze verbinding zal in deze video worden nagemaakt en nagerekend door de loop van de volgende stappen. Het genereren van de geometrie, het belasten van dezelfde krachten te genereren, het detail exporteren, uitwerken en berekenen. Dus waar komt deze verbinding nou vandaan? Ik ga weer terug naar de volgende pagina. Hierbij overige constructietekeningen deel 1. En dan 988169. Dit document gaat over span 20 tot en met 25. Daarin is deze verbinding terug te vinden. En als we iets naar beneden scrollen, dan zien we een doorsnede van van de constructie op dit punt. En die ziet er zo uit. Nou, waar bevindt dit span zich? Dan moeten we terug naar deze site. Dan gaan we naar constructietekeningen deel 2. En in document 988215 is overzichtstekening te zien. En dan doe ik op deze overzichtstekening. Hierin zie je al assen van spanten. En hierin zie je dat as 21 tot en met 26 en 56 tot en met 50 zich bevinden aan de korte zijde van het stadium. Dus dit is niet de lange zijde waar de instorting daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Nou, gaan we weer terug naar het volgende document. Dan zien we hier alle uitgangspunten van de berekening, waaronder de doorsneden, maar ook de knopen en de staven zijn weergegeven. Knopen met x, y, z coördinaten en de staven met hun gerelateerde beginknoop en gerelateerde eindknoop. Nou, wanneer je dit overtypt in Excel, dan kan je het inladen in Grasshopper. En dat heb ik dus gedaan. Dus hier zie je de x, y, z coördinaten en ook voor de staven de begin- en eindknoop. Wanneer je al deze data hebt verzameld in je Excel-file, dan kan je deze data uitlezen door middel van Grasshopper. Nou, in dit voorbeeldscript heb ik dat gedaan, waarbij je dus op basis van die data de geometrie kan hergenereren. Uiteindelijk kan je dus op die geometrie belastingen zetten en daarmee krachten uitlezen. Nou, de combinatie van krachten en geometrie, die kan je door middel van Karamba Idea kun je daarmee een ideabestand mee genereren. En het voorbeeld daarvan is dat je in ieder geval de correcte geometrie hebt. En interne krachten die knoopevenwicht met elkaar maken, wat essentieel is voor een goede verbindingsberekening. Nou, wat gebeurt er precies in dit script? In eerste instantie wordt de Excel-file uitgelezen op basis van het zelfgedefinieerde pad. Daarin worden de twee sheets geraadpleegd, de sheet met de knopen en de sheets met de staven. Uit de sheet met de knopen worden de kolommen uitgelezen, dus de kolommen van de x, y en z coördinaten. Dus als je hier kijkt, zie je alle x coördinaten. De combinatie van die kolommen kan weer vertaald worden naar punten, dat zijn dus deze. Op een soortgelijke manier worden dus de staven ook uitgelezen. Met de kolommen van het start- en het eindpunt. Dus hier bij de startpunten zie je dus deze integergetallen.
die refereren naar een bepaald punt. Nou, als je die relatie legt en daarmee de lijnen definieert, dan heb je alle lijnen. En met deze punten en lijnen kun je je constructieve berekening maken. Maar voordat je het doet, moet je nog bepaalde informatie eruit vissen, zoals de positie van de opleggingen. Dat zijn al die onderste punten. En welke staven scharnierend zijn en welk moment vast. In deze berekening gaat het erom om de krachten die in het voorbeeld zijn gegeven, of in het beschikbare document zijn gegeven, om die na te maken. En daar is alleen maar een trekkracht te vinden. Daarom is ervoor besloten om al deze lijnen scharnierend te maken en alle onderste moment vast. Nou, aan de bovenzijde van de lijfel wordt een Q-last toegekend. En op basis van die Q-last worden dus de trekkrachten gegenereerd. Wanneer je die Q-last vergroot, veranderen die trekkrachten mee. En wanneer je ze verkleint, verkleinen ze ook. En hier zetten we op 13, zodat er nagenoeg 1200 kilonewton aan trekkracht ontstaat. Wat overeenkomt met met de detail uit het beschikbaar gestelde stuk. Nou, uiteindelijk selecteer je met Karamba IDEA de knoop die je wil hebben. Dat is in dit geval knoop 11. En dan druk je op de knop om hem te exporteren. Uiteindelijk wordt een IDEA statica bestand gecreëerd waarin de geometrie overeenkomt met de geometrie uit Grasshopper. En waarbij alle interne krachten knoopevenwicht met elkaar maken. Uiteindelijk kan je in IDEA alle werkplaatsoperaties toevoegen, zodat je de verbinding een daadwerkelijk ontwerp geeft. Aan de rechterkant zie je de knoop uit de originele berekening. Deze kan je namaken om daarna de knoop constructief te analyseren. Op deze manier kun je de stukken die zijn vrijgegeven door de gemeente Alkmaar omzetten in je eigen analyse. De uiteindelijke analyse en conclusies van dit voorbeeld laat ik aan jullie over. Maar deze methode geeft inzicht hoe je ook op andere plekken van het dak de constructie kan analyseren. In dit geval is de korte zijde geanalyseerd, omdat daar het detail vandaan komt. Maar op dezelfde manier kan ook de lange zijde, waar daadwerkelijk de instorting heeft plaatsgevonden, worden geanalyseerd. Deze video is gemaakt als onderdeel van het Smart Connection onderzoek. In dit onderzoek worden methodes ontwikkeld waarin stalen verbindingen worden geanalyseerd in een slim geautomatiseerd proces. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden via de onderstaande link.